dat het heel fijn was. En dat ook, daar zijn we de familie ook heel dankbaar voor dat ze ons die vrijdag hebben ontvangen. En dat we daar dat we bij Laar mochten zijn. En het was heel fijn om eigenlijk, het was niet zo dat we maar een uurtje naar binnen mochten. We mochten eigenlijk zo lang blijven als we maar wilden. En we mochten zo vaak in en uit lopen als we maar wilden. Dus eigenlijk de eerste keer toen ik haar zag, was ik toch nog heel naïef. En dan denk je nog van ja, het gaat gewoon goed komen. En ze is er gewoon volgende week weer. Dat is toch waar je een beetje blijft in hangen. Maar op een gegeven moment komt dat besef, dat sluipt er toch op een bepaalde manier in. En dan... En dan is het wel heel fijn dat je de hand nog even vast kan houden. En dat je nog even kan zeggen hoeveel je van haar houdt. En dat je haar zo gaat missen. En dan besef je wel dat je het nooit meer terug gaat krijgen. En dat is heel moeilijk. Ja, heel heftig. Maar wel heel dankbaar dat ik de arm nog heb kunnen aanraken. En toch een kusje op de arm heb kunnen geven. En ja, dat maakt toch iets goed. Maar natuurlijk, ja, bij lange na niet alles. Nee. Rianne, wat gaan jullie het meeste aan haar missen, aan Lara? Nou, dat is zoveel. Lara was eigenlijk altijd heel vrolijk. Heel positief. Ze floot altijd. Ja, dat is wel. Ja. Hetzelfde deuntje. En dan op een gegeven moment denk ik, fluit nou eens wat anders, man. Ik heb de hele tijd hetzelfde liedje in mijn hoofd. Ja. Ja, ze was altijd gewoon zo lief en vrolijk en ja. Positief. Ja, zo heel positief. Ja, echt het tegenovergestelde van wat ik zou willen zijn. Ja. Laar zeurde nooit. Nee. Echt nooit. Nee. Suzanne, hoe ga je hier nu mee om de komende tijd? Hoe ga je dit nu verder een plek geven? Nou, ik denk dat hier niet echt heel veel dingen in topsport, die kan je toch op een bepaalde manier uittekenen. Of zijn er protocollen voor? Of weet je hoe je daarmee op een bepaalde manier moet omgaan? Of is er ervaring in? Maar dit is echt een ding wat... Is het leven? Ja, dit heeft eigenlijk helemaal niks met topsport te maken. En topsport is op dit punt eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Het is veel belangrijker dat je beseft je ineens hoe belangrijk bepaalde mensen om je heen zijn en hoe mooi het leven eigenlijk is. En hoe erg je daarvan eigenlijk van moet genieten, want het kan echt letterlijk in één klap kan het gewoon voorbij zijn. En dat is iets wat ik me wel heel erg besef. En ik denk dat jullie dat ook wel beseffen, dat je eigenlijk wat we doen en wat we mogen doen, en dat is schaatsen, en dat is het allerleukste wat we vinden, dat gewoon het allermooiste is wat is, en ik daar gewoon heel dankbaar voor ben. En dat is wel dat ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Dat geeft niet, want dit is het moment dat ik tegen jullie wil zeggen, veel sterkte en dank voor jullie mooie woorden. Maar zijn er misschien bij jullie zelf nog dingen die jullie zelf graag over of tegen haar zouden willen zeggen? Ja, nou ja. Het is in deze situatie gewoon heel moeilijk om woorden te vinden. En niks kan omschrijven hoe mooi Laar is. En we hebben heel veel herinneringen samen. Ja. En die zullen we ook altijd blijven koesteren. Ja. En alles wat we nu gaan doen, ook al onze prestaties, zijn gewoon voor altijd ook dankzij Laar. Ze zal gewoon altijd bij ons blijven. En ik hoop dat ze niet bang is geweest. En dat ze nu rust heeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Dankjewel. Dat is goed.